Oh, wauw. Nee, echt supermooi. Wat een beelden. Wat een geweldige beeldkwaliteit krijg je met een Smooth Q. Dit is een gimbal voor je smartphone. Welkom bij weer een nieuwe video. Ik ben Laura Elsman, online videocoach. En in deze video ga ik je uitleggen wat deze gimbal voor je smartphone kan betekenen. En waarom ik hem eigenlijk heel lang niet gebruikt heb en nu opeens denk, oh ja, die had ik ook nog, laat ik hem eens uit de kast halen. Want ja, eigenlijk is dat een heel goed ding om wandelende video's op te nemen terwijl het nu zo mooi weer bijvoorbeeld begint te worden en je denkt van, hey, ik heb nu inspiratie, maar dan wil ik eigenlijk wandelen en praten tegelijk. En wat gebeurt er als je video's opneemt terwijl je aan het wandelen bent? Dan krijg je heel erg wiebelige beelden. Kijk maar. Maar met deze gimbal voor je smartphone krijg je veel minder wiebelige beelden. Deze maakt namelijk hele strakke, stabiele beelden van jouw video's die gewoon ja, al wandelend of lopend of fietsend of paardrijdend zijn gemaakt. En dat maakt een stabilizer, een gimbal voor je smartphone, zo interessant. Stel, je bent bijvoorbeeld coach of wandelcoach, powerwalkcoach of gezondheidscoach, of je bent gewoon iemand die veel inspiratie heeft te delen en tijdens dat wandelen komt die inspiratie naar boven. Alleen als je dan je smartphone erbij pakt en je gaat ook weer proberen te wandelen, dan zie je gewoon dat die beelden heel rommelig worden. En dat is ontzettend zonde, want die kijker die krijgt heel veel onrust aan de ogen, terwijl ze eigenlijk juist op zoek is naar inspiratie, naar rust, naar oplossingen. Ja, dan is ze natuurlijk niet gebaat bij hele rommelige video's. Dus daarom wil je heel graag dit soort dingen ontdekken om te zien, hey, ik kan ook rustige beelden maken met gewoon een stabilizer, een gimbal voor je smartphone. Oké, en waarom ik hem eigenlijk 3 jaar geleden of zo heb gekocht en ook cadeau heb gegeven aan deelnemers van mijn online video academy destijds. Omdat ik dacht van, wauw, dat is een hele gave tool. Ik wist niet dat dit bestond en ik dacht, hey, dit moeten gewoon veel meer mensen weten. Dus heb ik ook bij inschrijving in mijn video academy een aantal mensen deze cadeau gedaan. Maar daarna ben ik eigenlijk helemaal niet meer zo met dat ding bezig geweest. Heb ik hem gewoon in de kast laten liggen en dacht ik, wat een gedoe. Dan is hij weer niet opgeladen, want je moet hem natuurlijk opladen. Maar inmiddels, ik weet gewoon, als ik hem oplaad, ja, dan doet hij het dus nog steeds. Zelfs na 3 jaar. Dus het is echt geen weggegooid geld. En over geld gesproken, hoeveel kost zoiets? Het kost ongeveer tussen de 100 en €150. Je hebt verschillende variaties. Deze is volgens mij, bij de eerste generatie was die 169. Maar ik denk dat die voor jou nu inmiddels wel heel erg meevalt. Rond de €100 heb je er al één. Echt een goede ook. En die kunnen tegenwoordig veel makkelijker horizontaal en verticaal. Terwijl met deze kwam ik vandaag pas achter na 3 jaar dat je dus ook verticale video's kan maken. Dat krijg je dan als je die dingen gewoon in de kast laat liggen. Zo stom. Maar goed, ik raad hem dus absoluut aan als jij bijvoorbeeld coach bent of trainer of een expert ergens in bent en je wilt daar heel graag veel over vertellen. Je wilt daar gewoon in een bepaalde flow in willen praten en je wilt wandelen vanuit een bepaalde flow. Of je wilt bijvoorbeeld laten zien dat je zelf wandelingen organiseert. Of je wilt gewoon hele strakke mooie beelden maken van iets wat jij organiseert. Gewoon wel vanuit de hand gefilmd, maar dan wel mooie strakke beelden. Dan is dit echt een aanrader. Maar het is geen aanrader als je zegt van, ik weet niet zeker of ik hem ga gebruiken. Ik laat hem denk ik eerst 3 jaar net als Laura in de kast liggen. Doe het niet. Dan zou ik zeggen, gebruik eerder een statief waar ik eerder een video over gemaakt heb. Of bijvoorbeeld gebruik gewoon een hele simpele staande of gewone selfie stick waar je ook rustig mee kunt filmen en ook rustige strakke beelden kunt maken. Ik zal hieronder in de opmerkingen even een link plaatsen naar een stabiliserende gimbal. He, maar er zijn er natuurlijk veel meer. Dus kijk gewoon rustig rond op het internet. Gericht naar zo'n stabilizer die ook jouw beelden veel strakker kan maken. Een van de dingen die ik echt niet mag vergeten te vertellen bij deze video is dat er dus ook een app bij zit. En die app zorgt ervoor dat je heel makkelijk je telefoon kunt bedienen met al die knopjes die hier aan de voorkant zitten.
En wat ook heel gaaf is, is dat er een tracker op zit. Een tracker, dat is zo'n functie die ervoor zorgt dat bijvoorbeeld je gezicht heel de tijd gevolgd wordt. Dus dan gaat die automatisch, beweegt die mee met, dan gaat hij gewoon achter jouw gezicht aan. En hetzelfde geldt als jij bijvoorbeeld je paard wilt filmen in een paardenbak. En die rent daar door die manege. En dan gaat hij gewoon achter dat paard aan en dan blijft hij bewegen. Nou, dat is fantastisch natuurlijk, want jij zet dit ding gewoon neer op een statief. Je kan hem namelijk op een statief plaatsen. Je kan hem op een kort statief plaatsen, maar ook natuurlijk op een hoog statief. Bijvoorbeeld aan de buitenkant van je paardenbak. En dan volgt hij gewoon de beweging van jouw paard. Geweldig. Nou, vond je dit een leuke videotip? Doe even je duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En nogmaals, ga even naar mijn website lauraelsman.nl om het gratis e-book Gouden Tools voor Video te downloaden. Ik zie je graag de volgende keer. Ciao!